Peter van Schaik, 5 jaar geleden interviewde ik jou. Je hebt een digitaal imperium op gebied van uitvaart. Als we even kijken door de verschillende trends heen stappen. Advertenties, hoe staat dat er nu voor? Nou, vroeger was dat vooral display-advertenties. Maar nu zie je dat steeds meer uitvaartondernemers kiezen voor Google AdWords. En niet alleen het gebruik van Google AdWords is toegenomen, hè, omdat het populairder is geworden. Ja. Maar er zijn ook veel meer uitvaartondernemers. Dus die prijzen op Google AdWords die zijn aan het exploderen. Ja, dus uitvaartverzekeringen bijvoorbeeld. Wat zijn daar de kosten van? Die waren €7 5 jaar geleden. Wat zijn ze nu? Nou, de laatste keer dat ik het heb gecheckt was rond de €71. €71 voor een klik. Ja, en als je een uitvaart gewoon intypt, dus gewoon een uitvaart zelf, wat voor prijzen zitten dan? Tussen de €5 en de €10. Maar ja, als je het helemaal loslaat, hè, als je dingen als uitvaart regelen, dan kom je zelfs tot €50 tot €20 kun je er kopen. Zeg maar. Oké. Je hebt zelf allerlei verschillende. Je had vroeger 1 website, uitvaart.nl. Hoeveel heb je er nu? Ik heb, vroeger had ik 1 domeinnaam en 1 website, uitvaart.nl. Ik heb nu 1200 domeinnamen, 65 websites met mijn internetadvertentiebedrijf. En daarnaast heb ik nu een uitvaartonderneming en die heeft iets van 8 tot 10 websites. Ja, ja, je bent zelf ook gewoon van digitaal, ben je nu echt ook zelf begonnen. Nou, even kijken van hoe dat zit. Van, wat is je bereik nu op dit ogenblik? Er worden 150.000 mensen begraven in Nederland en gecremeerd. Wat is nu jouw bereik? Wij bereiken nu 1.034.000 individuele bezoekers per jaar. Als je nagaat, Vincent, dat er gemiddeld genomen 150.000 mensen per jaar overlijden. En een overleden ongeveer in contact staat met 8 directe nabestaanden. Ja. Er zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen die een verlieservaring meemaken. Ja, dus je hebt een aardig bereik. En enerzijds, je hebt een offertebedrijf, hè, waarmee mensen die offertes doen. Als je kijkt naar de prijs van de gemiddelde offerte in die afgelopen 5 jaar, wat is daarmee gebeurd? Duidelijk gedaald. Dat heeft gewoon te maken met de toegenomen concurrentie. Er zijn een aantal ZZP-bedrijven, of een aantal uitvaartbedrijven gestegen van 800 naar rond de 2500 ondernemers. Hebben CBS laatst begroot. Zijn vaak ZZP'ers, dames van partners met een inkomen. Ja. Die kunnen dat dus eigenlijk voor veel minder geld erbij doen. En hoeveel is het ongeveer gegaan? Ja. Waar is het heen gegaan, de prijs? Zo rond de 4.000, 5.000 euro nu, zeg maar. Dus vroeger zag je, ze leerden de verzekeraars ons dat een uitvaart ook minimaal 8.000 tot 10.000 euro zou kosten. En ik kom nu aan die offertes, zijn eigenlijk nauwelijks meer offertes tegen, tenminste voor crematies, boven de 5.000. Voor begrafenis is iets anders. Omdat als je een particulier graf koopt, dan huur je grond. En dat kan in steden heel duur zijn. Ja, dus dat is in ieder geval naar beneden gegaan. Je hebt ook andere aspecten. Bijvoorbeeld, je hebt een gedenkenboek of zo. Hoe heet zoiets? Een online condoleansregister. Ja. Dat was eigenlijk de eerste aanwijsbare site waar je Nederland massaal klaagde. Met rond André Hazen zaten daar echt ontzettend veel mensen op. Hè. En rond de MH17 was dat zelfs meer dan 1 miljoen keer bezocht. Dat is een heel raar fenomeen. Hè, dat mensen eigenlijk makkelijker gezamenlijk rouwen dan individueel. Maar dat is ook echt gewoon, men gebruikt dat gewoon, dat online condoleance, dat is nu echt ook gewoon normaal. Dat is geaccepteerd geworden, zeg maar. Ja. Ja, zeker. Ja. Als je kijkt, jij was ook de eerste die digitaal uitzenden, dat webcast. Is dat ook nu normaal geworden? Dat is inderdaad heel normaal geworden. Vroeger, wij hebben in 1997 voor het eerste gedaan, net naast de eerste open hartoperatie op internet. Inmiddels zijn er bijna alle crematoria bieden dat standaard aan via websites als Company Webcast, die dat bijvoorbeeld combineren met gemeenteraadsvergaderingen of zo. Ja. Die je ook online kan volgen. Dus het zijn standaard dienstverlening die nu goed werkt. Als je kijkt over het online regelen van je begrafenis. Het zijn allemaal nog persoonlijke gesprekken. En dan wordt er geregeld, wordt een kaartje gemaakt. Het versturen van pdf's. En ook bijhouden wie er nou komt op de begrafenis. En alle foto's en alles op een intelligente manier digitaal regelen. Is dat nu tegenwoordig standaard? Nee. Dat zie je nog steeds heel weinig. Hè. Bijvoorbeeld, mensen uitnodigen op condoleancebezoek en dan vragen of je komt of niet. Dat gebeurt eigenlijk niet. Hè. Terwijl er natuurlijk digitaal heel veel oplossingen voor te vinden zijn. Maar het gebeurt gewoon echt nog niet. Goh, bij elk feest wordt altijd gewoon standaard gevraagd, kom je of kom je niet? Maar dat is hier moet je maar gewoon zien of hoeveel mensen er komen. Ja, terwijl het risico ook groter wordt. Hè. Want als mensen het overlijden van de dierbaren op Facebook delen, dan kunnen ze misschien veel meer mensen bereiken dan ze afhankelijk hadden verwacht. Dus het wordt nog moeilijker inschat hoeveel mensen daadwerkelijk komen. Als je kijkt naar iets als Facebook, wat toch grootschalig zeg maar, belangrijk is voor ons leven. Ik zie daar relatief weinig op gebied van begrafenis. Hoe komt dat? Ja, misschien omdat mensen Facebook toch meer associëren met positieve dingen als vriendschap of zo. Hè? Je ziet wel in memoria of condolencestatussen. Maar eigenlijk wordt het niet echt gebruikt voor informatievoorziening. Ja. Oké, als je kijkt over verzekeringen en de verzekeringen afsluiten, wat is daarop gebeurd? Nou, dat gaat helemaal digitaal. Want dus, zeg maar, er zijn steeds strengere eisen vanuit de regering op financiële dienstverleningen en vooral producten met provisies. Mm-hmm. Er is een provisie gekomen voor financiële complexe producten. Mm-hmm. En verzekeraars mogen eigenlijk zeg maar hun provisie niet meer versleutelen in zeg maar de contributie of in de premie. Dus die moeten dat apart zeg maar, als een kostenpost aan mensen presenteren. En ja, dat maakt zeg maar dat vroeger kreeg je bij een adviesgesprek over een verzekering een PlayStation cadeau. En nu krijg je een rekening van 300. Nou, dat accepteert niemand. Dus dan zul je zien dat verzekeraars steeds meer gokken op kanalen waar ze minder advies hoeven geven. Of waar het meer online gebeurt, maar niet via een intermediair. Dus wordt internet belangrijker en wordt Google daardoor ook belangrijker voor ze. Ja. Okay. Daarom is die prijs zo gestegen van 7 naar 71. Ja, al die prijzen, als je kijkt naar jouw eigen domeinen, zeg maar, en hoe daar, hoeveel de prijzen bijvoorbeeld voor offertes, je hebt zo'n offerte website waar dat op komt, zijn die prijzen ook omhoog gegaan? Of wat is daarmee gebeurd met het aantal en de prijzen? De prijzen van, voor offertebedrag? Ja. Ja, wat bij ons is de offertes die wij genereren, die zijn gewoon gratis voor de klanten van uitvaart.nl. Dus, ja, uiteraard. Je bent klant van uitvaart.nl, maar je hoeft niet per offerte te bedragen. Oh, je betaalt eenmalig gewoon een bedrag en dan... Je betaalt een fixed fee voor het abonnement en dan vervolgens moet je, betaal je een fixed fee, maar je betaalt niet langer per offerte, zeg maar. En dat hebben we expres gedaan, want als ik per offerte zou rekenen, dan krijg ik ook een commercieel belang bij het aantal offertes. En dat zie je heel veel bij die offertesites. Je weet niet wie die offertes aan het invullen zijn. En dat kan... Er zijn veel offertesites die bijvoorbeeld €30 per offerte vragen. En die sturen ze dan uit naar 5 ondernemers. Dan genereert elke aanvraag €150. Ja, dat wordt heel verleidelijk om dan maar wat te laten genereren voor een rechtsstudent. Want elke aanvraag is €150. Ja, okay. Het is natuurlijk nooit controleerbaar. Ja. Hey, waarom ben je nou van, behalve dat je digitaal empire hebt, ook zelf een uitvaart begonnen? Bedrijf? Nou, ook om mee te bewegen met de markt. Hè. Ik zie toch ik wilde die afhankelijkheid van advertentiegelden niet meer. Hè, van de afhankelijkheid van de bedrijven niet meer. En ik dacht ook dat ik goed weet, hè, door al die feedback die ik krijg, ook op die offertes, wat mensen nou precies vragen. En ik wil daar gewoon zelf op inspelen. En dan komt de informatievoorziening die ik bied van uitvaart.nl ook meer in het verlengde te liggen van mijn belang als uitvaartondernemer. Ja, dus heb je veel van geleerd. Ja. Heb je nog andere digitale trends afsluitend die je zegt, dat is echt opvallend? Nou, wat je wel ziet dat echt aan toenemen is, zijn de bedrijven die zich specialiseren in het opheffen van accounts op social media. iClosure en iFinish, dat zijn bedrijven die echt met ons digitale leven proberen de problemen die daarmee gepaard gaan op te lossen. Dus dat zie je wel echt. En voor de rest zie ik ook eigenlijk... Dat was een tijdje een hoos, hè, dat iedere ondernemer opeens een app wilde. Maar ja, dat zie ik echt helemaal, dat is helemaal verdwenen. Ik zie helemaal geen mensen, ik weet niet hoeveel uitondernemer apps jij op je iPad hebt staan, Vincent. Nou, als ik hem zou organiseren, zou ik hem zeker installeren. Als ik hem zou organiseren en met een aantal mensen samen kan doen, dan zou ik dat zeker doen. Maar dat is alleen maar op dat moment. Ja, precies. En niet jaren van tevoren, zeg maar. Nee, want ik denk dat mensen steeds meer gewend raken dat een goede mobiele website, hè, die doet het eigenlijk even goed voor dat soort functies als uitvaartondernemer als een app. Zeg maar, hè. Je moet echt specifieke voordelen van de camera aanroepen. Wil een app een voordeel hebben boven een goede mobiele site, zeg maar. Dus ik zie die app-business, dat was een tijdje, nam dat een soort hoge zeg maar vlucht aan, maar dat is echt verdwenen, zeg maar. Oké, dankjewel Peter. Oké, graag gedaan Vincent.